Alles anders als dat je verwacht. Gisteren had ik mij voorgenomen om vandaag met de Invenio op een weiland te kijken of we hem kunnen gebruiken op de manier zoals wij zelf altijd metaaldetectie doen. Ja, ik weet wel dat dat niet helemaal de bedoeling is, maar dat kan wel. En omdat die heel veel dieper gaat, kan je misschien daar je voordeel mee uithalen. Nou is de Invenio is niet alleen een metaaldetector, maar ook een scherm. En als je dan een metaaldetector en een scherm en een camera hebt, ja, dan wordt het wel heel veel. Dus ik zou samen gaan zoeken. Waren het niet dat gisteren Wilma met koorts thuis kwam te zitten en wij naar de rij moesten voor een coronatest. Zojuist heb ik te horen gekregen dat Wilma negatief is getest, dus coronavrij is. En daarmee aannemende ben ik ook coronavrij. En heb ik besloten om toch maar even erop uit te gaan. Maar ik ben nu alleen. Dus ik ga roeien met de riemen die ik heb. Geen probleem, we gaan het gewoon doen. We gaan roeien met de riemen die ik heb. Ik ga het proberen uit te leggen. We gaan naar de settings en dan gaan we bij de mode gaan we naar snel. Dan kan je de gevoeligheid invoeren. Nou, die gaan we lekker omhoog zetten. Dan de discriminatie. Die gaan we ook lekker hoog zetten. Eye mask mag in het midden. De notch filter. We gaan even helemaal bovenin. Zo. IJzeren audio. Audiotoon laten we lekker staan zoals die hoort. Toonbreekpunten is prima. Dus we gaan grondbalansen en dan gaan we hiermee zoeken. Dan gaan we even graven. Kijk, toch nog een zegelootje eruit. Nou, ik had hier een prachtig signaal. Mooie hoge piek. Als jullie nou denken, wat doet hij nou de hele tijd met zijn hand? Ik ben gewoon mijn pinpoint te vergeten, ja? Kan gebeuren. Knipseltje. Jongens, jullie houden deze video echt nog een keer te goed met een andere filmsetting. Want het is bijna niet te doen om te filmen, op het scherm te kijken, te graven en te detecten tegelijk in je eentje. Maar jullie zien hier een prachtig diagrammetje. En die geeft iets heel moois aan. Met een prachtige VDI. Ja, die is nu ondertussen weg. Maar hij ligt helemaal hier. En dat is echt heel diep. En het is echt niet een heel groot ding. Het is echt mega impressive. Het is echt niet normaal dit. Weet je wat het leuk is?
ja, leuk is een woord wat ik heel vaak gebruik, maar doordat je kan zien wat je doet, je ziet natuurlijk niet wat er onder de grond ligt, maar doordat je kan zien wat je doet en de twijfelgevallen toch beter kan uitfilteren, vind je minder, maar wat je vindt is minder troep. Kijk, dit is een muntgewichtje, die haal ik er net uit. Ja, hij is echt super gaaf. Ik weet nog niet wat voor munt het is. Ik weet ook nog niet of er wat... Ja, op de achterkant staat ook wat. Maar het moet wel een dijk van een munt geweest zijn. Als je ziet wat een gigantische plak dit is. En hij is zwaar. Dus je kan je voorstellen dat de munt die hierbij hoort... dat het echt een megaklapper moet zijn. Nou, misschien ligt hij er ook wel. Nou, we hebben weer een interessante... Schommelt een beetje tussen de 75 en de 80. En het is niet zo onwijs groot. Dus die gaan we maar weer uitgraven. Een heel klein tandwieltje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar heel klein tandwieltje. Nou, mijn voorspelling komt redelijk uit. Niet zo groot, mooi nummer, niet zo diep. Kijk, dit is dan eventjes het niet diep gedeelte. Het lag dus wel heel diep. Dus niet diep. Niet diep bij de Invenio is wel diep. Nou, ornamentje. En dat lag dus hartstikke diep. Het is een gedeelte van een vork. En het leuke is, hier zit oxidatie op. En die oxidatie, die geeft die ook aan. Ik hoop dat ik het jullie een beetje kan laten zien. Kijk, die oxidatie die gaf hij hier onderaan en hier op de hoek gaf hij wat aan. En dat was ook een krakerig geluidje erbij. Dit was de vorige vondst, die heb ik nog niet gedelete. En dit is de vondst daarvoor. Ik kan gewoon op clear drukken, dan is alles weer weg en dan begin ik weer met een schone lei. Dit was een krakerig geluidje, maar hoofdzakelijk toch een goed geluid. En daarom had ik besloten om hem te graven en het was een lepeltje. Tenminste, de handvat van een lepel. Leuk! Naast dat je elke keer je handschoen uit moet doen, tenminste dat moet niet, maar dat doe ik, want ik wil hem zo netjes mogelijk houden, ben je bijna bang om hem neer te leggen, want dat ding kost gewoon 10.000 euro of zo. Je durft er bijna niet mee te zoeken. Uitgegraven. Sorry jongens. Ik was even te enthousiast. Het is een hanger. Een hanger. Kijken of er wat op staat. Nou, dat moet ik thuis even goed schoonmaken. Dit was hem weer. Misschien een beetje kort voor jullie. Misschien een beetje chaotisch voor jullie. Maar ja. Ik had het al uitgelegd, ik moest heel veel alleen doen. Conclusie, ik ben weer een stap dichterbij het leren kennen van de Invenio. Conclusie, kan je op een stortakker zoeken? Ja, kan heel goed. Kan je dan ook wat vinden? Ja, kan heel goed. Ook kleine dingen. Ik durf bijna te zeggen dat je nog preciezer kan zoeken als dat je gewend bent. Is het handig? Mwah, niet echt. Het zit een beetje in de weg. Je hebt zo'n kast, je hebt een detector die toch wat zwaarder is. Je loopt continu met het gevoel dat je met een hele dure detector in de rondte loopt. Dus je bent zo voorzichtig.
Het is allemaal niet het gooi- en smijtwerk van de Nederlandse metaaldetectie. Neem niet weg dat het een super gave detector is waar je wel degelijk mee goed uit de voeten kan. We zijn weer een stapje dichterbij. Wie weet komt er weer een nieuwe aflevering met de Invenio. Maar er komt nog veel meer aan. Ik ga namelijk samen met Glenn van AllDMD een serie opnemen. En die serie die heet Wat levert het op? Blijf kijken.